Welkom, zoals beloofd. Een filmpje over het afweersysteem. Het afweersysteem gebruikt 3 afweerlinies. Die 3 linies, die moet een ziekteverwekker door voordat wij ziek worden. De eerste afweerlinie, dus A-specifiek, je huid, slijmvliezen in je keel of in je neus en afscheiding van slijmvliezen, bijvoorbeeld traanvocht kan zijn, je ogen of vaginaal vocht. Het zorgt ervoor dat de bacteriën wegspoelen of dat ze niet naar binnen komen. Tweede afweerlinie, een bepaalde witte bloedcel, macrofaag, door middel van fagocytose, zien die wat lichaamsvreemd is en eten dat op. Het opeten dat gaat omdat die macrofaag die sluit zich over dat lichaamsvreemde stofje en slokt het op. Dat is fagocytose. Er kunnen ook antibacteriële eiwitten aangemaakt worden, vaak door slijmvliezen. Dus in traan, in vaginaal vocht of in speeksel zitten antibacteriële stoffen. En een ontstekingsreactie is ook een A-specifieke afweer om te zorgen dat ziekteverwekkers worden opgeruimd. Derde en laatste mogelijkheid is een specifieke afweer. Hierbij gaat het lichaam op zoek naar precies die ziekteverwekker waar jij dreigt ziek van te gaan worden. Dat is een combinatie van allerlei witte bloedcellen waar we nader op ingaan. Dat gaan we in een van de volgende lessen doen. Het complex systeem is erg lastig. Hier wachten we dus even mee. Er zijn ook witte bloedcellen, daar heeft het mee te maken. De eerste en tweede zijn het belangrijkste. Dan even een point over die huid. Waarom is het nou? Die huid is zo geschikt om ziekteverwekkers buiten te houden. Het is een aaneengesloten laag van cellen. En er is iets met die cellen. Die cellen kunnen niet ziek worden. Waarom niet? Omdat die cellen dood zijn. En iets wat dood is, kan niet ziek worden. Heel handig. Dus de hele buitenkant waar wij met z'n allen tegenaan kijken, zijn dode cellen. Dat moet je wel eens onthouden als je om je heen kijkt in de klas. Hiermee gaan we vrijdag verder. Goed, tot dan.